Wij zijn voor een nieuwe editie van Kennismaking met aangeland in het Van der Togt Museum. Een oase van rust midden in het oude dorp, mogen we wel zeggen. Als u door de gangen en zalen van het museum waart, zult u verbaasd zijn over de ruimte die zich achter die kleine gevel op de hoek van het bekende dorpsplein bevindt. Wij zijn hier voor een gesprek met Jan Verschoor, directeur van het museum, zelf kunstenaar. Het is leuk om Amstelveeners beter te leren kennen, met name de mensen die ons mee kunnen nemen in hun verbazing, hun verwondering. En in dit geval is dat in de kunstwereld. Meneer Verschoor, dank u wel dat wij Amstelveen met u kennis kunnen laten maken. Wij willen graag eigenlijk vier dingen met u bespreken. Dat is uw levensloop. Ja. Van jeugd tot school, carrière. Dat zijn eigenlijk de drie. En een vierde korte intro, omdat het vooral om de persoon gaat, is de kunst, het museum. Maar het is leuk, vooral ook, u bent zelf beeldhouwer, om te zien hoe die kunst in uw leven is gekomen. Maar laten we een beetje bij het begin beginnen. U bent geboren in deze omgeving? Ja, ik ben geboren op de Kooslaan. En eigenlijk het laatste huis van Amsterdam. Maar altijd op school geweest. Bloemfilmenschool in Amstelveen. Later de Rijksacademie in Amsterdam. Maar wel heel erg betrokken geweest altijd bij Amstelveen. Dat, nu is die afstand allemaal, zeg maar, veel kleiner. Terwijl vroeger was je toch echt, hoorde je bij Amsterdam, niet bij Amstelveen. En was vanuit de Kooslaan Amsterdam ook veel verder weg dan nu, hè? Allemaal veranderd, hè, met de auto. Dus je hoorde eigenlijk nergens bij, niet echt bij Amsterdam, maar ook niet echt toen bij Amstelveen, hè? Maar Kalverslaan is natuurlijk een hele oude straat in Amstelveen. Ja, ja. Je zou zeggen, als ergens Amstelveen nog een eigen identiteit had, ja, dan was dat vroeger het oude dorp en die straat. Ja. Ja. Had het vroeger ook zo'n dorpsgevoel, Amstelveen? Nou, ja, Amstelveen was toen wel echt een dorp, want in dit oude dorp was vroeger echt het busstation. Hè? Ik heb nog meegemaakt, toen ik hier in 1960 kwam, dat aan de overkant Albert Heijn was. En de bus stopte hier, wat nu in het stadshart allemaal gebeurt. Ja, dus ja. Het was echt een dorp, hè? Dat bestond allemaal niet. Hè? Ja, ja. En u bent geboren op de Kalfjeslaan. Ja. Staat het huis er nog? Nee, het staat niet, het is afgebroken. En het gezin waaruit u kwam, is dat een, was dat een, ik stel me voor, in die omgeving, daar zijn boerderijen. Nou, nee, het was gewoon een huis, drie honden, één kap, zeg maar. Dus het was geen boerderij, hè. En op school heeft u hier ook gezeten. Kunt u vertellen wat uw eerste aanraking met kunst is geweest? Heeft u daar een herinnering bij? Nou, ik was dus op de Roelof school. Toen kwam ik in kennis werkte in het Troopmuseum en die vroeg, goh, kom je in de weekenden eens een keer gips leren gieten? En het was natuurlijk in die tijd, ja, ik was nauwelijks bezig met beeldenkunst. En ja, vanuit dat motief is eigenlijk toch wel de interesse begonnen om te gaan beeldhouden. Dat was iemand die u vroeg? Ja, ontdekte. Die zei, goh, hij moet naar de academie toe. Ja. En niet wetende wat er allemaal vast zat, hoe moeilijk het toch allemaal is. Hè? Zo makkelijk is dat niet. Heb ik ook in het begin, zeg maar, naar de academie voor de opera gewerkt. Decors gemaakt, televisiedecors. Che Guevara, een heel groot beeld voor reconstructie, de opera. Dat was uw periode na de academie? Na de academie, ja. Het is leuk om daar even bij te doen, want een groot beeld van Che Guevara. Dus ja. U heeft de revolutie natuurlijk als jonge kunstenaar meegemaakt. Ja. Maar nog even terug naar uw schoolperiode. U bent ontdekt, is dat een te groot woord? Maar nou, iemand ontdekt, zag. Door meneer Kemperman, die zei tegen mijn ouders, hij moet gewoon naar de academie gaan. Hè? Ja. En mijn ouders hadden, denk ik, ja, we gingen wel eens naar musea, maar hadden heel weinig met kunst natuurlijk.
geen verbijzatie in die wereld. Dus dat werd echt... voor die mensen was dat ook toch... Nieuw. Ja, nieuw. En ik denk in die tijd dat ze er ook niet over nadacht of een kind naar toekomst of geen toekomst. Het werd gedaan gewoon, hè. Nou, wat je vaak hoort is dat zeker gezinnen die niet zoveel met kunst hebben, dat er al snel wordt gezegd, ga maar een echt ambacht leren, ja. Omdat je later je toekomst... Maar dat was bij uw ouders, die hebben u gestimuleerd daarin. Die hebben dat. Ja. Ik denk ook door meneer Kemperman, die dat stimuleren en dat ze dat gewoon overgegeven hebben. Ja, ja. U heeft uw middelbare school, dat is dan de HBS geweest, ja. Heeft u afgerond in welk jaar? Nou, het is allemaal zo begin 60 allemaal, hè? Zo. Ja, dus toen naar de Rijksacademie. En de Rijksacademie in Amsterdam? In Amsterdam, ja. Dus u was kunstenaar, dus je zou kunnen zeggen... Nou, ik was toen geen kunstenaar, ik was echt, deed ook van alles bij, hè. Het was echt niet zo dat je naar de Rijksacademie ging, je was meteen kunstenaar. Je ging gewoon opleiding... Ja. Beeldenkunstenaaropleiding. En het was niet zo dat je opeens maar kunstenaar was. Nee, u was totaal als... andere tijd. Ik weet wel, vroeger voor je 40ste zeiden ze, moet je niet exposeren. Het was zo totaal anders dan nu, hè? Als tiener bent u daar naar de academie gegaan. Ja, ja. Ik kan me voorstellen als je een beetje een kunstenaars poëtische ziel hebt, dat je als tiener, 18, ja. Dat je dan al hele hoogdravende gedachtes hebt over kunst. Ja, maar dat werd wel vlug afgeleerd op de Rijksacademie, hoor. Want daar moesten we toch echt figuratieve beelden maken. En alles wat je maar deed in de richting van abstract of iets wat niet bestond, dan werd je toch wel meteen teruggeroepen. Oké. Okay. Nee, dat was echt in die tijd, tenminste bij de Rijksacademie, zeker bij Piet Esser, gebeurde dat gewoon niet. Hè? Je moest echt een portret of een model. Dus gewoon het keurslijf, ja. In, als het ware. Ja. Ja. Heeft u dat zo ervaren, ja? Als een keurslijf? Nou, dat was gewoon zo. Hè? Ja. De Rijksacademie, als we zeggen Amstelveen, het dorp... Ja. Waar u vandaan kwam. En Amsterdam was toch nog echt ver weg. Ja. Die studietijd, ging er toen een wereld open in Amsterdam? Ja, dat was natuurlijk... Ja, maar ik kwam ook niet veel in de binnenstad, hoor. Het ging toch altijd naar de Rijksacademie toe, naar de academie. En ging niet echt veel uit in Amsterdam. Hè. Dat gebeurde toch meer in Amstelveen. Je had nog hier in Amstelveen Concordia, bioscoop. En dat soort dingen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik ook niet zo heel erg veel uitging. Hè. Dat was meestal toch in het atelier wat ik dan in de 60e jaren in het oude dorp kon huren van de kerk. Onbewoonbaar verklaard huisje. Daar was ik meestal. Hè. We hebben hier een prachtig boek ja. Liggen. En dan, dat is een boek over uw werk. Ja. Ja, want eigenlijk hier staat ook het eerste beeld in het congrescentrum. Zie je? Ja, ja. Dat. Het ziet er een beetje retro uit. Ja? Ja. Wanneer heeft u het gemaakt? Nou, dit is in de jaren 70 gemaakt, hè? Jaren 70. Nou, dat associëren we doorgaans met retro. Mm. Maar dat zijn misschien hele verschrikkelijke kwalificaties voor u om... Nee hoor, helemaal niet. Het is natuurlijk kunst... Zeker voor Amstelveeners heeft natuurlijk, althans als het over Van de Tocht gaat, heeft altijd toch wel een toetredingsdrempel, om het zo te zeggen. Terwijl als je, zoals we net ervaren hebben, in het museum rondloopt, je ondergaat echt iets. Ja. En ik kan bijna niet voorstellen dat niet heel veel mensen gebeurt. Ja, ja, dat hoor je ook altijd, hè? Dat het nadeel is wel van dit gebouw buiten dat mensen denken het veel kleiner is. Maar als ze eenmaal binnen zijn, zijn ze daardoor ook weer verrast. Ja. Ik moet niet vergeten, toen dit gebouw werd is opgericht door meneer Van de Tocht, particulier. Die heeft dat toen allemaal laten bouwen. Ook al betaald, met zijn collectie. Hij zocht eigenlijk een museum in Gouda, zou hij willen bouwen. Of de tomatenfabriek. Terugkopen, maar dat ging allemaal niet. En toen ben ik met Piet van de Heuvel gaan praten. Want er was natuurlijk geen Cobra Museum.
alleen maar aanbestellen. Een heel klein museumpje. Dus Piet van Heuvel was hier wel blij mee dat dat hier zou komen. Maar een nadeel was bestemmingsplan winkels hier. Dus het moest aan de buitenkant een soort winkel lijken. En wat erachter gebeurde, dat was niet van belang. Hè? Dus dankzij dat u met Piet van de Heuvel, zegt u, dat samen heeft gedaan, is hier een museum gekomen. Eigenlijk midden in het dorp. Ja. Dat maakt die drempel eigenlijk heel laag. Ja. Nu komen we aan de vierde trap, zou je kunnen zeggen, van uw carrière. Kunstenaar met bijbanen en uw route daar naartoe vanuit het oude dorp, zou je kunnen zeggen. Ja. U valt niet ver van de boom. Hoe bent u tot het directeurschap van dit museum gekomen, in een korte route? Nou, dat was gewoon omdat Jan van der Togt, oprichter van de tomatenfabriek, die kocht beelden van mij, die verzamelde dat. En hij wilde het eigenlijk ook ergens onderbrengen. En wat ik net zei, toen zijn we gekeken in Gouden waar hij geboren was, niet gelukt. Toen Dordrecht, tomatenfabriek, dat ging niet meer, want dat had Deltaloid gekocht, vastgoed. Ja. En hij kwam vaak met zijn vrouw bij mij op bezoek in het huis, waar ik vanaf 1960 woon. En toen had ik grote tentoonstelling in Brussel en daar heeft hij toen ongeveer 25 beelden gekocht. En die had hij allemaal thuis staan. En ja, op een goede dag zei hij, ik wil het toch onderbrengen ergens. Het was van hem nooit de bedoeling om een museum op te richten. Hij wilde eigenlijk het alleen maar onderbrengen. Zijn glascollectie, beeldencollectie en schilderijen. En toen zei hij, wil je met Piet van Heuvel een keer praten? Wethouder toen. En toen kregen we toestemming om hier te bouwen. Dus architect Hoogveen maakte een ontwerp. Ja. En dat is toen op deze plek gekomen. Wat natuurlijk ook heel leuk is, want daardoor krijgen we ook echt nog bezoekers. We krijgen ongeveer 40.000 bezoekers per jaar. En dat maakt zo'n dorp dan toch bijzonder. Ja. En ik denk ook, daardoor blijft het ook leven. Ja. Want het is natuurlijk een moeilijke locatie. Mensen weten niet hoe ze hier moeten komen. Ja. Niet makkelijk, maar als ze er eenmaal zijn, zijn ze verrast.